Hey YouTube, welkom terug bij een nieuwe review. Welkom terug bij een nieuwe kijkersvraag. Nummertje 4 volgens mij alweer. Onderaan de video van nummertje 3 kreeg ik een aantal vragen. Volgens mij was dat bij nummer 2 zelf. Geen idee, ik weet het niet meer. Maakt niet uit. Ik heb in ieder geval weer een kijkersvraag gekregen. Deze komt van Bert de Groot. Waarvoor dank. Echt een leuke vraag. En die vroeg zich af hoe de Dutch Beer Collective is ontstaan. Nou, dat is wel een leuk verhaal. Je ziet hier trouwens een mooi biertje staan. Althans, ik vind het een heel mooi bier. Review volgt hier later van. Dus ik ga niet zeggen wat dat is. Ik schrijf alleen dat hij er best wel, ja, dat is een lekker bier. Maar het ontstaan van de Dutch Beer Collective is begonnen in, als ik het goed herinner, ik heb het echt even terug moeten zoeken, want ik wist het ook niet meer precies de datum wat het was. April 2019 is de DBC officieel opgericht. En wat daaraan vooraf gegaan is, is eigenlijk, volgens mij zijn wij elkaar, Thomas en Remy, tegengekomen voor het eerst op Borfs. Ja. Remy kende ik al een tijdje. Sprak hem vaak via Instagram. En zijn toen naar Borfs gegaan. Volgens mij het jaar daarvoor, 2018. En daar hebben we toen elkaar voor het eerst gezien. En ik weet niet of het idee toen daar geboren is, Borfs. Geen idee. Ik weet nog dat Thomas die kwam met het idee, misschien is het handig om een website te bouwen. En Thomas die kende wel iemand die een website kon bouwen. En man, wat kan die website bouwen trouwens? Martijn, grote vriend ook. Dus alle kudo's voor de website gaan naar Martijn. En hij zei daarover het volgende. We moeten gewoon een website bouwen waarop al onze video's komen te staan. Zodat mensen één punt hebben waar ze heen kunnen gaan om de reviews te kijken. En ja, ik vond het wel een goed plan. Leek me leuk. We waren alle drie afzonderlijk van elkaar actief op YouTube. Hebben toen gezegd, we behouden gewoon onze eigen kanalen. Doen gewoon onze eigen dingen. Alleen alles komt gewoon op een website te staan. Ja, zo gezegd, zo gedaan. Is het eigenlijk in april begonnen met een eigen Facebookpagina. Een eigen Instagram account. En daarop, op dat Instagram account, zie je ja, eigenlijk fotootjes van bieren die wij drinken. In de stories kun je vinden wat we zo al drinken. En dus ook de reviews staan daar ook op. En op Facebook vind je ook echt alles wat de Dutch Beer Collective bezighoudt. Dus voornamelijk de reviews ga je daar ook terugvinden. Ja, dat is eigenlijk hoe de Dutch Beer Collective is ontstaan. En ja, toen we begonnen zijn, waren er toen nog niet zo heel veel reviewers in Nederland. Het zijn er tegenwoordig wel iets meer geworden weer. Wat echt leuk is, echt een leuke aanwinst. Hoe meer, hoe beter. En sinds een paar maanden is Douglas dus ook onderdeel van de Dutch Beer Collective. Douglas, die kennen wij echt al heel erg lang. Heb ik voor het eerst ontmoet tijdens de release party van Body and Soul. Het Beer Geeks bier voor ALS. Bij Rock City in Zoetermeer was dat. Top event was dat trouwens. Heel mooi georganiseerd allemaal. Daar heb ik, in ieder geval ik, heb daar Douglas voor het eerst gezien. Ja, en toen is eigenlijk Douglas ook een beetje onderdeel geworden van de Dutch Beer Collective eigenlijk al. Het is heel langzaam gegaan, maar sinds
enige tijd is Douglas dus nu ook onderdeel van de Dutch Beer Collective. En heeft dus ook een eigen kanaal, een eigen Facebookpagina, een eigen Instagram account. Twitter zit hij volgens mij ook nog op. Ja, daar doe ik dan maar niet aan. Dus ja, we zijn nu met z'n vieren eigenlijk. En ik weet niet of ik voor iedereen spreek. Maar ik vind 4 vind ik wel een mooi aantal. Laat even weten wat je daarvan vindt. Ik vind dat een mooi aantal. Ja, en 2020 was wel een beetje een raar jaar voor de Dutch Beer Collective ook. Zijn natuurlijk allemaal, stonden allemaal leuke dingen in de planning. Gingen allemaal niet door. Wat we aan het begin van het jaar gedaan hebben is heel veel livestreams gedaan met brouwers. Wat echt onwijs leuk was. En waar echt hele mooie dingen uitgekomen zijn voor ons. En voor jullie als kijker natuurlijk ook. Meer livestreams met brouwers. Onlangs is James van Rampart Line Beer Reviews bij Thomas geweest. Wat ook wel echt een heel mooi dingetje was. Jammer dat we daar niet bij aanwezig konden zijn. Ook vanwege de COVID. Helaas. Dus dan moeten we echt een keer toch naar Zweden gaan, denk ik. Zit niks anders op. Somebody's gotta do it. Ja, en dat is een beetje hoe de Dutch Beer Collective is ontstaan. Eigenlijk gewoon een idee wat Thomas had. En Remy en ik hadden zoiets van gaaf, dat moeten we echt gaan doen. En Remy en Thomas zijn meer degene die op de voorgrond treden en vaak meedoen aan livestreams. Toen er nog geen corona was, veel het land ingingen om bierfestivals te doen en dat soort dingen. Ik heb daar niet heel veel tijd voor. Dus ik focus mij meer op de achtergrond. En doe eigenlijk de social media, de Facebook en de Instagram pagina hou ik bij. En ik neem een review op en probeer af en toe een keer een livestream mee te pikken. Gebeurt niet heel vaak. Het is gewoon fucking druk, sorry gasten. Het is wat het is. Maar ik probeer zo mijn steentje dus bij te dragen aan de Dutch Beer Collective. Maar we zijn nu dus met z'n vieren, dus kunnen we de taak een beetje meer verdelen misschien. Ik hoop dat dit een beetje een antwoord was op je vraag, Bert. En heb je vragen, stel ze onderaan de video. Ik heb volgens mij nu nog 2 vragen klaarstaan die behandeld kunnen worden. Dus laat ze onderaan de video weten als je nog meer vragen hebt. Dus er komen nog 2 vragen aan. Dus als je denkt van, hey, ik heb een vraag gesteld en hij is nog niet behandeld. Hij komt eraan. Echt waar. Beloof ik je. Dit was hem eigenlijk weer voor deze kijkersvraag. Hopelijk vond je hem leuk. Laat onderaan de video even weten. Onderaan de video vind je ook linkjes naar mijn social media. Facebook, Instagram en Untappd. En een linkje naar de Dutch Beer Collective. Uiteraard. Neem even een kijkje op die site. Heel mooi overzicht van alle video's. Van mij. Van Thomas Opent, van Beekeek Holland en Beersburg Douglas. Dit was hem weer voor deze review. Kijkersvraag, hoe je het wil noemen. Cheers.